Yo mensen, welkom en leuk jullie kijken naar een nieuwe video van Oezef Verslaggever. Ik ben lang tijd afwezig geweest. Hij heeft meerdere redenen gehad, maar we zijn weer terug. En we beginnen met een geschiedenisvideo die ik al een tijdje aan het maken ben. En nu komt hij dus eindelijk online. Het is namelijk de geschiedenis tussen China en Taiwan. Want zoals we weten, daar lopen de spanningen op. Afgelopen maanden nog meer dan het al was. En daar gaan we ze een verhaal over vertellen hoe het in het verleden eigenlijk tot stand is gekomen tot aan de dag van vandaag. Ja, voordat we beginnen, China, zoals we weten, groot land. En daar heb je dus Taiwan als eiland daarnaast. Verdere informatie komt nog maar. Het is eigenlijk, of kort gezegd, China wil dat Taiwan onderdeel wordt van China. Onder één vlag, onder één munt, onder één leider. En aan de andere kant wil Taiwan onafhankelijk zijn en erkend worden door nog meer landen dan het nu is. Nou, als we gaan kijken naar de geschiedenis, de 17e eeuw, daar gaan we dan beginnen. Daar hebben we dus te maken met de VOC, de Nederlandse scheepvaart. Die gingen eerst vestigen in het eiland Penghu-eiland. En als we kijken op de kaart, dan zien we dus China, dan zien we Taiwan. En daartussenin heb je dus de Penghu-eilanden. Daar gingen zij vestigen. Maar de Penghu-eilanden was onderdeel van China. En de Chinezen hadden dus dreiging gestuurd richting de VOC van vertrekken uit het eiland, anders vallen we aan. Nou, uit dreiging van China weken ze dus uit naar Formosa. En dat ligt in Taiwan, zoals we ook hier kunnen zien. In het rode stukje, dat is Formosa, dat ligt dus in Taiwan en was op dat moment ja, dus niet van China, waardoor zij dus daar naartoe konden gaan. In Tainan, dus dat ligt in Formosa, werd een fort gebouwd. Voor het geval ze natuurlijk aangevallen zouden worden door verschillende landen, verschillende groepen. Eventueel misschien is het zelfs de Chinezen dat zij toch Formosa binnenvallen. Is niet gebeurd trouwens, maar voor het geval dat hebben ze dus een fort gebouwd. En de VOC, die daar dus was, die was uit op handel met China en Japan, die natuurlijk daar in de buurt zitten. China natuurlijk ten westen en ten noorden heb je dan Japan. Ze waren uit op handel, want Taiwan was een vruchtbaar gebied, vruchtbaar eiland, waar heel veel grondstoffen te vinden was, voedsel, noem maar op. Maar ja, dat moet allemaal wel geplukt worden, noem maar op. Maar ja, Nederlandse boeren waren te duur. Dus werden Chinese boeren, dat goedkoper was, naar het eiland gebracht om te gaan werken. Om ervoor te zorgen dat die vruchtbare, ja, grondstoffen, voedsel, noem maar op, ja, dat dus eruit kon gehaald worden en daaruit geld kon verdiend worden. Dus werden Chinese boeren naar het eiland gebracht om te gaan werken. Maar in 1661, omdat Chinese boeren daar kwamen en ook zagen inderdaad dat Taiwan heel vruchtbaar was en heel veel geld kon opleveren, hebben ze dit ook geïnformeerd naar hun leiders in China. Toen is er dus een gevecht plaatsgevonden en wist China de VOC te verslaan en dus te verjagen. En 2 jaar later, in 1663, werd dus Taiwan toegevoegd aan China en was Taiwan een onderdeel van China, een Chinees eiland eigenlijk. En dit gebeurde dus, maar tussendoor had je Japan. En voordat we dus verder gaan in de geschiedenis van China en Taiwan, wil ik kort het hebben over Japan, want Japan gaat ook een hele belangrijke rol hierin spelen. Dus heel kort, Japan was tussen 1603 en 1867 een geïsoleerd eiland. Ja, ze waren een eiland uiteraard naast Korea, naast China, Rusland in de buurt, met eilanden, en achter die eilanden natuurlijk Amerika. Maar ze waren zo geïsoleerd dat ze een eigen leventje leidden. Ze gingen geen handel drijven met andere landen. Het was allemaal geïsoleerd. En na die periode ontstond de Meiji-periode onder keizer Meiji. En Japan werd daarin steeds sterker en ook moderner. En vanaf dat moment ging Japan ook dus handel drijven met verschillende landen, zoals Amerika. Maar er was een punt, en Japan had te maken met overbevolking en gebrek aan grondstoffen. Overbevolking, er waren gewoon te veel mensen voor dat gebied, dus wilden ze uitbreiden. En aan de andere kant, ze hebben geen grondstoffen die daar groeien. Of ja, de hele zo, ja, als dat zo heet, groeien. En Japan wilde dus een groot rijk in Azië gaan veroveren. En daarbij werden dus Taiwan werd veroverd, Korea werd veroverd, zowel Noord als Zuid. En China, niet geheel China,
maar het oosten van China werd veroverd. En daarnaast hadden ze ook een oorlog tegen Rusland. Daarin wisten ze de marinebasis Port Arthur te veroveren, zodat ze de macht hadden over de gehele Gele Zee. En daarnaast werden een aantal eilanden die van Duitsland waren veroverd, zoals de Marshall-eilanden. Dus Japan had al wat gebieden veroverd en ging daarin door en werd dus ook een grootmacht in Azië en ook gezien als gevaar door de geallieerden. En dan gaan we weer terug naar de geschiedenis tussen China en Taiwan. Namelijk de eerste Sino-Japanse oorlog tussen China en Japan. Het eiland, dus Taiwan, bleef tot 1893 van China. Want zoals ik al zei, Japan die ging het op een gegeven moment veroveren. China had ook de macht over Korea. Maar Japan die wilde dus, zoals ik ook net al kort heb besproken, zijn dominatie versterken, sterker worden in Azië. En zij namen dus Korea over van China. En daardoor ontstonden er heel veel spanningen tussen beide landen. En Japan verklaarde in augustus 1894 de oorlog aan China. En voordat überhaupt deze oorlog officieel werd, waren er al gevechten tussen China en Japan. Waaronder ook, toen was dus de oorlog officieel verklaard. En een maand later in Pyongyang, oftewel in Noord-Korea. In september 1894 werd er dus gevochten tussen Japan en China. Dit was de eerste grote gevecht. En dat werd dus gewonnen door Japan. Waardoor Japan dus de macht had over geheel Korea. In 1895 tekent China een vredesverdrag na hun pijnlijke nederlaag. Ze wilden dus niet meer verdere oorlogen hebben. Want anders zou Japan misschien wel doordringen nog verder in China. Maar ze wisten dus, China hadden ze het verdrag getekend. Waardoor ze dus grote oorlogsschadevergoeding moesten betalen aan Japan. Korea werd onafhankelijk, maar het werd dus van Japan. En Taiwan werd onderdeel van Japan. Dus dat was wat getekend werd. En Japan had dus een grote slag geslagen op hun rivaal. Als we gaan kijken naar de Tweede Wereldoorlog. Voordat het überhaupt een Tweede Wereldoorlog werd voor Japan, was het eerst nog een Tweede Sino-Japanse oorlog. Wat we dat hadden met de eerste, was ook een tweede. Dat was gehouden in 1937 tot en met 1941. Maar het keizerrijk in China viel. De republiek die werd dus ingevoerd. De communisten en nationalisten waren steeds in conflict met elkaar. Dit zorgde voor een Chinese burgeroorlog. Maar daarna hadden ze ook weer conflicten met Japan. Nog meer conflicten. Waardoor in 1937 tot en met 1940 dus de Tweede Sino-Japanse oorlog begon. En Japan die boekte heel veel terrein weer. Ze hadden het oosten van China te pakken. Zoals we ook op de kaart kunnen zien. Alles wat rood is van Japan. En dit is tot aan 1942. Dus in de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden dus het oosten van China. En eigenlijk wilden ze heel China veroveren. Maar dat lukte maar niet. Ze kwamen eigenlijk tot dat gedeelte wat ze dus in China hadden. En daarna stagneerde het. En lukte het maar niet om verder te komen door dit gedeelte. Sterker nog, zelfs de gebieden die Japan had veroverd van China, ook dat ging moeizaam om dat te behouden. En toen dacht Japan, nou, dit is van ons. Het lukt ons niet om verder door te dringen. En het gaat moeizaam om überhaupt ons gebied zo te behouden. Dus we vermoorden hier zo'n beetje alles en iedereen, vernietigen alles. En zo werden dus in een heel korte tijd miljoenen Chinezen vermoord door Japan. En dit zorgde ervoor dat er ook dat er militaire steun van het Westen voor China kwam. Waaronder dus van Engeland, van Amerika, noem maar op. En dit zorgde er ook voor dat China bij de geallieerden ging aansluiten. En daardoor dus ook te maken had met de Tweede Wereldoorlog. Want ze sluiten aan bij de geallieerden. Japan, zoals we weten, had allianties met Nazi-Duitsland en met Italië. Waardoor de Tweede Sino-Japanse oorlog veranderde in een Tweede Wereldoorlog tussen China en Japan. Maar in 1945 geeft Japan zich over en is China dus vrij van Japan. En na dat geval beginnen Chinese troepen Taiwan binnen te vallen om Taiwan weer te bezetten. Dat lukte ook. Maar Japan die was nog aanwezig in dat gebied, maar in 1948
tekende het een verdrag om uiteindelijk Taiwan te gaan verlaten, waardoor het eiland, Japan verliet het eiland, maar hadden niet gezegd, Taiwan is nu onafhankelijk, Taiwan is van China, nee, het werd eigenlijk een eiland van niemand. En daardoor zag China de kans om daar naartoe te gaan. Voordat we verder gaan, even rechtsboven een informatie, want nu gaan we praten over Volksrepubliek China en de Republiek China. Je moet het zo zien, beide, Volksrepubliek China, dat zijn tegenwoordig dus de heersers over China, dat zijn de communisten. De Republiek China heerst tegenwoordig over Taiwan, dat zijn de nationalisten. Maar in die tijd wilden beide groepen, dus de communisten en de nationalisten, macht hebben over China, dus het grote land China, en Taiwan. En daar gaan we dus nu over hebben. Nou, Chinese nationalisten die vluchten dus in 1949 naar Taiwan, na het verlies tegen de communisten in de Chinese burgeroorlog. Want er was weer een burgeroorlog ontstaan in China tussen dus de nationalisten en de communisten. De communisten wisten de strijd te winnen, waardoor de nationalisten vluchten naar Taiwan. De nationalisten, KMT ook wel genoemd, eisen Taiwan op als Republiek China. Dus ze zagen zichzelf dus als Republiek. Dus oftewel, zij wilden dus de macht hebben over China en Taiwan. Terwijl de communisten Taiwan zag als Volksrepubliek China. Wat ze dus nu hebben. En in 1979 gingen beide groepen, dus de nationalisten en communisten, richting de NAVO voor een erkenning. Maar de NAVO die zei, ja, je kan niet twee China's hebben. Het moet echt één China zijn. En daardoor besloot de VS dus om Volksrepubliek China, dus de communisten, te erkennen als China. Waardoor het andere gedeelte, dus oftewel de nationalisten, geen lid konden worden van de NAVO. Nou, in 2007 hebben ze het weer geprobeerd, maar dit keer niet als naam van China, maar als naam in Taiwan hebben ze dus geprobeerd. Maar dit werd afgekeurd omdat er maar één China is. En wat ik daarmee wil zeggen is, ze hebben het geprobeerd als Taiwan zijnde, maar Volksrepubliek China, dus die nu heerst over China, die zien Taiwan niet als aparte eiland. Nee, die zien Taiwan als één geheel, waardoor de NAVO zegt, Volksrepubliek zegt dat Taiwan ook China is, dus jullie kunnen geen lid worden, want er is maar één China. Nou, als we gaan kijken naar het hedendaags. Taiwan is dus is geen lid van de NAVO, omdat het dus maar één China is, zoals de NAVO dat verklaart, op die manier. Maar Taiwan heeft wel gewoon zijn eigen vlag, zijn eigen munteenheid, zijn eigen president, paspoort, noem maar op. Dus het is toch wel een eigen land, zo zien ze het daar. Maar China ziet dat niet zo. En met China nog heel veel andere landen, want China ziet ze dus als een afvallige provincie die hoort bij China, maar er niet bij wordt horen. En wat ik al zei, China is niet het enige land die hen niet erkent. Want er zijn maar slechts 13 landen die Taiwan erkennen. In Europa alleen maar de Vaticaanstad, bijvoorbeeld. Amerika als grote land, die erkent ze wel. Maar ja, China, dat komt ook omdat China zegt, als je banden hebt met ons, dan mag je geen banden hebben met Taiwan. In andere woorden, als je dus banden hebt met Taiwan en ze erkent als land, dan gaan wij de banden met je verbreken. En zoals we weten, China is de tweede grootste economieland van de wereld, achter de VS. Dus staat er wel heel veel geld op het spel. Macht staat dus op het spel als je dus de banden verbreekt met China. En de VS die erkent Taiwan, zoals ik al zei, wel. En ze beschermen ook Taiwan tegen Chinese aanvallen en eventuele pogingen om Taiwan in te nemen. Zoals we ook weten, een aantal maanden of misschien zelfs een jaar geleden, dat China oefeningen uitvoerde heel erg dichtbij het eiland Taiwan. Waardoor Amerika ook een bezoek had afgeleverd richting Taiwan. En dat zag China weer als een dreiging van Amerika. Maar ja, Taiwan en de VS hebben dus een contract staan waarbij de VS Taiwan beschermt tegen Chinese aanvallen en eventueel poging om Taiwan in te nemen. Ze hebben ook een militaire basis daar staan in Taiwan tegen aanvallen van China. Steeds meer landen
onderhouden banden met Taiwan en hebben handelsposten in Taiwan. Dus ze hebben geen officiële ambassades in Taiwan, zoals Nederland, zoals Japan, noem maar op. Maar ze hebben wel zo'n handelspost, waarbij ze dus handel kunnen drijven met Taiwan. Wat meer kunnen ze niet, want anders dreigt China natuurlijk om de banden met de landen te verbreken. En Japan is dus een van de landen, zoals ik zei. En onlangs hebben ze ook de eigen defensie versterkt. De grootste investering sinds de Tweede Wereldoorlog dat Japan heeft gedaan. En dat komt vanwege de dreigingen vanuit China en Noord-Korea. Want China die heeft dus conflicten met Taiwan, maar ook met Japan. Bijvoorbeeld met de eilandjes om hun heen. Of dat China komt vaak in de wateren van Japan. Maar aan de andere kant bekritiseert China Japan ook weer met het feit dat Japan onbewoonde eilanden heeft geclaimd. Terwijl ze dichter bij China zitten dan Japan. Dus er zitten wel wat vonken aan tussen Japan en China, waardoor Japan dus hun eigen defensie flink heeft versterkt tegen eventuele aanvallen van China. En ook tegen Noord-Korea, aangezien Noord-Korea vaak raketoefeningen doet. Maar die raketten, als je ze in de lucht schiet, dan moeten ze ergens landen. En ze landen ook heel vaak in de Japanse wateren, waardoor Japan dus ook tegen Noord-Korea dreiging voert. En daardoor dus zijn militaire heeft versterkt, zijn defensie heeft versterkt. Nou, dit was dus eigenlijk wel een kort verhaal over de geschiedenis tussen China en Taiwan. Waarbij we dus zien dat het niet alleen gaat om China en Taiwan, maar dat ook de VS een rol speelt. Japan speelt een rol. Uiteindelijk ook de NAVO. En dan in de zin van wie krijgt de erkenning, wie krijgt deze lidstaat? Is het de Volksrepubliek of juist de Republiek? Dus er is heel veel gespeeld. Het gaat niet alleen om China, het gaat niet alleen om Taiwan, maar er zit de hele geschiedenis eromheen. Dat was wel interessant om uit te vinden eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Zo ja, deze video, like deze video. Vergeet niet op te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later mensen.